Dag dames en heren. Vanmorgen vroeg was het op heel veel plaatsen in Nederland een beetje somber weer, maar het was ook broeierig. En de foto achter mij laat zien dat de wolken al vrij dicht aan het aardoppervlak aanwezig waren. Op sommige plaatsen was er zelfs sprake van mist. Terwijl de dag op de meeste plekken nog droog begon... waren in het zuiden van Limburg al forse onweersbuien actief. En in het Zuid-Limburgse heuvelland ja, daar wordt dat water allemaal door kleine beekjes afgevoerd. En die beekjes veranderden op sommige plaatsen in kleine riviertjes. Er was ook sprake van af en toe wat afgesloten wegen omdat het regenwater in een mum van tijd over bijvoorbeeld de wegen voerde. En dat was niet alleen in Limburg het geval. Ook in België was er plaatselijk sprake van wateroverlast. En dat is ook niet zo vreemd, want we zitten precies op de scheidingslijn tussen twee luchtsoorten. De hele warme lucht in het zuiden van Frankrijk bijvoorbeeld, de afgelopen dagen dagelijks boven de 40 graden, wordt geleidelijk aan naar het oosten gedrukt. Koelere lucht vanaf de oceaan, of minder warme lucht, zo mogen we het zeggen. Dat is al deels boven Nederland aanwezig. En op die scheiding tussen die twee luchtsoorten, ja, daar komen regen- en onweersbuien voor. Dat zijn bijvoorbeeld deze witte plukken boven Frankrijk en Zuidwest-Duitsland. Maar ook boven de Belgische Ardennen kwamen dus een aantal buien tot ontwikkeling deze vroege ochtend. Het is wat schoner boven de Britse eilanden, maar ook daar is het niet helemaal droog. Dat kunnen we zo meteen op de regenradar zien. Ja, en voorlopig zien we dat die scheidingslijn nog niet echt heel snel naar het oosten wegschuift. Dus we zijn ook nog niet helemaal van die buien af. Veel warmer is het dus vooral aan de oostzijde van dit uh, gebied met buien. In bijvoorbeeld Hongarije en Roemenië de komende dagen temperaturen van 35, misschien wel op een enkele plek 40 graden. En ook elders op de Balkan is het erg warm. In bijvoorbeeld Servië, Kosovo en Albanië dagelijks temperaturen van 35 graden of meer. Nou, dat zijn temperaturen die wij in Nederland niet uh, krijgen. Want het zijn de buien die die hele warme lucht verdrijven. We kunnen ze over ons heel goed zien op de radarbeelden van vanmorgen vroeg. Ze schoven vanuit België over de zuidoostelijke helft van het land. En we zien inderdaad dat er her en der een paar hele venijnige pitten in zitten. Ja, op dat soort momenten is er echt sprake van een wolkbreuk. En ook de bliksem zagen we duidelijk erin terug. Het onweerde ook op sommige plaatsen even behoorlijk fors. En als we dan uitzoomen, dan zien we dat niet alleen het zuiden van Limburg ermee te maken heeft... maar ook delen van Duitsland... België, Luxemburg en ja, het waren af en toe hele heftige buien. En ook als ik me omdraai, dan zien we dat ook in delen van Zuid-Duitsland een paar forse regen- en onweersbuien actief zijn. En detail, dat is wel belangrijk voor het weer, voor de toekomst van ons, ook boven de Britse eilanden is de regenradar allesbehalve schoon. Nou, dat betekent dat we vanavond nog steeds met een paar buien te maken hebben. in met name de oostelijke helft van het land, mogelijk met onweer en veel regenwater. Vanuit het westen wordt het tijdelijk aan wat droger. Want in de loop van de nacht kan, met name in het westen, alweer een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Landinwaarts kan het afkoelen naar een graad of 12 bij wat opklaringen. Morgenochtend hebben we een tweedeling. Landinwaarts is het droog, breekt de zon regelmatig door. In de westelijke helft van Nederland zijn al buien actief, misschien zelfs ook met wat onweer. En in de middag dan zien we juist dat die buigheid zich gaat uitbreiden landinwaarts. En dan wordt het in het westen wat droger, misschien wel een tijdje helemaal droog. Tussen de buien door wordt het nog net zo'n 20 tot 22 graden. Over zondag kan het kort zijn. Hetzelfde weerbeeld in het westen in de ochtend de meeste buien, in de middag de meeste buien in het binnenland, maar ook afgewisseld met droge momenten met zonneschijn. En dat is ook het weerbeeld voor begin volgende week. Maandag bijvoorbeeld en ook in de loop van de week zien we dat zon en wolken en een enkele bui elkaar afwisselen en daarbij wordt het in de middag zo'n 20 of 21 graden.